super fijn dat ik hier moet zijn vandaag. Ik sta normaal eigenlijk tussen allemaal wetenschappers en artsen en nou ja, noem maar op. Terwijl dit uiteindelijk is voor mij ook waar het om gaat. Dus ik hoop dat ik het praatje wat normaal heel wetenschappelijk en saai is, zeg maar, dat ik dat toegankelijk heb kunnen maken en dat het aansluit op waar jullie behoefte aan hebben. Dus kom ook vooral tussendoor met vragen of opmerkingen of nou ja, wat dan ook, want daar leer ik ook alleen maar weer van. Ook daarnet, alle openheid, echt super fijn, want ja, daar kan ik mijn werk ook weer alleen maar beter door doen. Ik vind het altijd leuk om een beetje te vertellen wat mijn achtergrond is. Ik ben dus Danielle van der Graaf en ik heb een achtergrond in communicatie- en informatiewetenschappen. En dan denken jullie misschien, wat doe je dan hier? In mijn studie ben ik me gaan focussen op eigenlijk gezondheidscommunicatie, gezondheidsinformatie en specifiek op e-health. Dat is misschien wel een term die jullie wel een beetje kennen, omdat het steeds meer in de zorg te zien is. Dus alles rondom technologie in de zorg eigenlijk. Ik ben ondertussen aan het werk bij Tilburg Universiteit, bij het departement medische en klinische psychologie. En ik werk daar als onderzoeker. En een heel mooie term, ik ben daar promovendus. En dat betekent dat ik 4 jaar lang met een project bezig ben. Met betrekking tot neuropathie in dit geval. Ik zit vooral heel veel thuis achter mijn, of op kantoor achter mijn laptopje. En ben dus heel veel bezig met theorie en ja, het wetenschappelijke stukje. Dit vind ik dus heel erg belangrijk dat ik dit hier ook onderdeel van maak. Juist omdat het om jullie gaat eigenlijk. Ik woon in een bos, helemaal niet relevant, maar wel leuk om te weten waar ik vandaan kom. Nu kwam ik uit Utrecht, maar wel even een stukje gereisd om hier te komen. Ik wil eigenlijk 2 dingen doen. Dus ik wil eerst het gaan hebben over wat de neuropathie is. We hebben het er al een beetje over gehad. Maar dan ook wat voor impact het heeft op het dagelijks leven. Ik denk dat dat al wel best wel naar voren is gekomen, maar vanuit een theoretisch stukje. En ik wil vervolgens het onderzoek wat wij doen toelichten. Dus ik wil uitleggen wat we al hebben gedaan en wat we aan het doen zijn. En ook wil ik uitleggen wat eventuele deelname zou betekenen als mensen daarin geïnteresseerd zijn. Neuropathie. Ja, in ons onderzoek kijken we specifiek naar neuropathie door chemotherapie. Ik denk dat dat toch het meest voorkomende is. En dat noemen we in de wetenschap, heel spannend, chemotherapie geïnduceerde perifere neuropathie. We noemen het gewoon neuropathie, maar dat is de term. En dat kan dus op verschillende plekken voorkomen, in de handen, in de voeten, maar het kan ook uitspreiden naar de armen en de benen. Dus we hebben het hier echt over die perifere, wat Bernadette net al zei. Ja, dit is net eigenlijk ook al wel naar voren gekomen, maar wat ik hiermee duidelijk wil maken is dat het dus een heel gevarieerd palet aan klachten kan zijn. En ja, de een heeft meerdere dingen hiervan, de ander heeft er misschien maar 1. De ander, nou ja, dat is gewoon heel gevarieerd. Wat dus ook betekent dat de gevolgen heel erg verschillen. Daar kom ik zo op terug. Want wat ook belangrijk is om te weten is hoe vaak het dan voorkomt. En 1 maand na chemotherapie zien we dat 8 op de 10 mensen last hebben van neuropathie. Dat verdwijnt bij best wel een groot deel. Want na een 1/2 jaar en langer is dat nog maar 30%. Maar dat is nog steeds 30%. Bijna 1 op de 3 mensen. Dus je ziet dat het in het begin heel veel voorkomt. Het neemt nog best wel af. Maar nog steeds echt wel een aanzienlijke groep die daar dus blijvend last van heeft. Mag ik heel kort iets vragen? Ja, zeker. Maand na afronding. Ja. Goeie vraag. Ja. Dus ook die 6 maanden is 6 maanden na afronding. Ja. Nou, waar hebben mensen dan last van? Wat ik al zei, het kan zich heel verschillend presenteren. Dus ook de gevolgen zijn heel verschillend. Dus ik heb hier een paar voorbeelden. Als ik een feestje heb gehad, moet ik de volgende dag op de bank liggen. Ik heb heel veel, even in de context van heel veel patiënten gesproken als onderdeel van mijn project. Omdat ik wilde weten waar mensen dan last van hebben. Dus dit was bijvoorbeeld een mevrouw die zei, ja, ik wil echt per se naar de verjaardag. Maar ja, dan moet ik op een barclub zitten heel de avond, maar ik sta toch ook wel best wel veel. Ja, dan moet ik de volgende dag gewoon echt liggen. En dan moet ik de volgende dag niks doen. Ik heb een andere baan moeten zoeken omdat ik niet meer lang kan staan. Iemand die in een laboratorium werkte,
Ja, dat ging het niet meer worden, want ze moest nog staan. Dus nu moest ze een zittende baan gaan zoeken. Dus dan zie je al dat bijvoorbeeld voor de rollen die je hebt, bijvoorbeeld als werkend persoon, dat het kan betekenen ja, dat je iets anders moet gaan doen. Het is heel moeilijk om de knoopjes van mijn blouse dicht te maken. Is iets heel kleins, maar toch heel vervelend, want ja, je kunt dus jezelf niet helemaal aankleden. Wandelen met mijn vriendinnen doe ik niet meer, ik hou het niet lang vol. Dit hoor ik echt heel erg veel, dat bijvoorbeeld mensen een vast moment in de week hebben dat ze met hun vriendinnen gaan wandelen. Maar ja, dat was, weet ik veel, 5 of 10 kilometer wandelen. Dat gaat niet meer, dus dat betekent dat je die vriendinnen minder ziet. Autorijden lukt me niet meer, kan de koppeling niet verdienen. Wordt s'nachts vaak wakker van de pijn aan mijn voeten. Lukt me niet meer om lopend boodschappen te doen, dus ik pak de auto. Dus dan zie je dat het eigenlijk in hele dagelijkse kleine dingen al wel echt een probleem kan zijn. En vaak zijn mensen wel in staat om alternatieven in te vinden. Dus bijvoorbeeld de auto pakken in plaats van lopend gaan. Maar goed, het zijn wel aanpassingen die gedaan moeten worden. Nou, je ziet dat bij mensen met neuropathie dat er mentale aspecten zijn die slechter zijn dan bij mensen zonder neuropathie. Zoals bijvoorbeeld angst, depressieve symptomen, vermoeidheid, algemene kwaliteit van leven. Het betekent niet dat iedereen die neuropathie heeft hier allemaal last van heeft. Maar we zien in de onderzoeken dat overal, dus gemiddeld gezien, mensen met neuropathie hierop slechter scoren dan mensen zonder neuropathie. Dus dat betekent dat het echt wel een impactvol lange termijn gevolg is van die chemotherapie. Nou, hier ga ik even niet op in, want dat hebben we eigenlijk net al besproken. Maar wat ik hiermee wilde zeggen is dat er dus heel veel verschillende dingen zijn die geprobeerd kunnen worden. Maar wat dus vaak nog niet wetenschappelijk bewezen is. Dat hoorden we net al, hè, dat dus ja, ook in de ziekenhuizen vaak niet wordt aangestipt, terwijl dat wel kan helpen. Maar goed, dat is dus nog best wel lastig op dit moment. Dus je ziet dat dus bij de patiënten veel vragen oplevert, dat ze best wel moeten zoeken zelf, omdat het gewoon eigenlijk een heel grijs gebied is. Dus, en de patiënt weet het eigenlijk niet goed, maar de zorgverlener weet het eigenlijk ook niet zo goed. Het is niet dat de zorgverlener niks wil adviseren natuurlijk, want die zou heel graag iets willen adviseren. Maar ja, we weten het gewoon nog niet zo goed. Zijn er vragen over wat ik tot nu toe heb verteld? Het was op zich denk ik al redelijk overlap met het vorige, maar nog even vanuit het theoretische stukje. Dan wil ik eigenlijk al overgaan naar ons onderzoek. Dit is de mooie campus waar ik werk. Want wat we zijn gaan doen, we zijn dus een onderzoek gaan opzetten. We zijn nu 2,5 jaar bezig om eigenlijk, ja, ons doel is om wel iets te kunnen bieden. En dat doen wij samen met het Integraal Kankercentrum Nederland. Ik weet niet of dat iemand dat kent, maar dat is een onderzoeksinstelling. Zij doen heel veel onderzoek naar kanker op alle verschillende gebieden. Dus dat kan meer cijfermatig zijn over hoe vaak komt het voor, et cetera. Maar ook heel veel onderzoek naar bijvoorbeeld kwaliteit van leven en dergelijke. Ons onderzoek is gefinancierd door KWF. Dat was een Alpe-6 project volgens mij. Dus dat maakt mogelijk dat ik ook bijvoorbeeld hier 4 jaar lang aan werk. Maar wat wij zijn gaan doen, wij zijn gaan praten met patiënten van waar hebben jullie dan behoefte aan? We wilden een tool gaan ontwikkelen die mensen, juist als ze dus eigenlijk thuis komen te zitten met die neuropathie, we wilden ze een tool geven om dan aan de slag te kunnen met. Ik zie dat ik de slides... Nee, komt wel goed. We zijn een training gaan ontwikkelen die mensen leert hoe ze beter kunnen omgaan met hun klachten. En dat zijn we gaan doen met eerst praten met mensen, patiënten en experts, van oké, waar hebben jullie dan behoefte aan? Dus ten eerste, waar lopen jullie tegenaan, zodat we een goed beeld hebben van die dagelijkse impact. Maar vervolgens ook, wat zou je dan willen leren over het omgaan met die neuropathie? We zijn gaan testen. Dus de training die we hebben ontwikkeld zijn we gaan testen, ook samen met patiënten. Omdat we willen dat het zo goed mogelijk aansluit op waar jullie behoefte aan hebben, waar de mensen met neuropathie behoefte aan hebben.
Wat ik daarmee wilde zeggen is dat we dus echt het samen met patiënten hebben ontwikkeld en dat het daardoor hopelijk zo goed mogelijk aansluit op. Ik zeg niet dat het voor iedereen aansluit, want niks werkt voor iedereen, helaas. Maar dat is wel het doel geweest. Nou, wat hebben we gemaakt? We hebben de training omarmpijn gemaakt. En die training die is gebaseerd op acceptance en commitment therapie. Ik weet niet of dat iemand daar wel eens van gehoord heeft. Ja, ik zie het maar. Het is een training die een derde generatie, een soort van derde variant van cognitieve gedragstherapie is. Dat kennen jullie waarschijnlijk iets beter, denk ik. Maar in ACT, noemen we het ook wel, leer je kijken naar wat jij belangrijk vindt in jouw leven. Hoe je de neuropathie daar een plekje in kunt geven. En hoe de neuropathie daardoor minder op de voorgrond kan komen. Dus het doel van ACT is niet, en dus ook het doel van onze training is niet om de neuropathie te doen verminderen. Dat kunnen we niet met deze therapie. Helaas, kom ook maar. Maar het doel is echt om te gaan kijken naar wat vind ik nu belangrijk? Waar word ik gelukkig van? En hoe kan ik dingen doen die daarop aansluiten? Dus net werd daar ook al over gesproken. Hè? Hoe kun je nou zorgen dat je de dingen doet waar je energie van krijgt? En de dingen waar je geen energie van krijgt wat meer laten zitten? Dat heeft erin geresulteerd dat we een training hebben gemaakt die je helemaal zelf doorloopt. Het is een online training. Dus je kunt hem gebruiken in zowel een app-versie als in een website-versie. Je werkt daarbij door 6 verschillende onderdelen. En met die onderdelen ga je dus langs alle verschillende processen van die therapie, van ACT. Je leest daar allerlei verschillende teksten. Je doet allerlei oefeningen op basis van je eigen ervaringen. Dus je gaat bijvoorbeeld kijken naar, als ik nu kijk naar mijn vriendschappen, heb ik dan daarin dingen die ik eigenlijk niet zo belangrijk vind, maar waar ik wel veel tijd aan besteed? Of andersom, zijn er dingen die ik heel belangrijk vind, maar waar ik eigenlijk niet zoveel tijd aan besteed? Maar dat kan ook gaan over werk, of over persoonlijke groei, of allerlei gebieden. Metaforen zijn een belangrijk onderdeel van ACT. Dus een belangrijke en bekende metafoor van ACT is bijvoorbeeld de ongewenste gast. Als je bijvoorbeeld een etentje hebt met je familie en je vervelende schoonmoeder of schoondochter of iets zit ook aan tafel en die zit enorm te schreeuwen en moeilijk te doen, dan kun je heel erg mee gaan vechten en de confrontatie aangaan en zorgen dat ze de mond houdt, maar je kunt het er ook laten zijn en haar aan tafel er laten zijn en proberen haar mee te laten doen in het geheel, waardoor het conflict gewoon minder groot wordt en ze er ook gewoon bij is. Nou, dat is een metafoor van hoe je ook naar die neuropathie zou kunnen kijken. Dus je kunt er enorm tegen vechten en proberen er maar niet aan te denken. We kennen ook wel het niet denken aan de grote roze olifant in de kamer. Waar denk je dan aan? Aan de grote roze olifant. In de training zitten ook aandachtsoefeningen, mindfulness oefeningen. Wat ook heel kenmerkend is voor ACT. Die zijn in de vorm van audio. En allerlei citaten. Dus wat ik al zei, ik heb heel veel mensen gesproken. En daarbij heb ik heel veel verschillende verhalen gehoord. En op basis daarvan hebben we eigenlijk bij verschillende onderdelen citaten geplakt om het meer kleur te geven. Dus om het echt meer herkenbaar te maken. Maar daar kan ik zo nog wel een voorbeeld van zien. Dit is de app-versie. Ik denk dat het iets moeilijk te zien is, maar de tekst, maar dat maakt niet uit. Dit is de app-versie van de training en dit is de homepagina. Dus je ziet hier de verschillende onderdelen van de training. En als je op zo'n onderdeel klikt, krijg je een menuetje met de verschillende onderdelen binnen die sessie. Dus iedere sessie is weer opgedeeld in losse onderdelen, zodat je daar gewoon op je eigen gemak doorheen kunt lopen. Dus we vonden het heel belangrijk dat, zeker omdat veel mensen ook best wel concentratieproblemen hebben, veel vermoeidheid natuurlijk, dat je zelf kunt beslissen wanneer je daaraan werkt. En dat je niet in één keer zo'n hele sessie hoeft te doorlopen, maar dat je op maandagmiddag kunt beginnen en na een half uur denkt, nu is het klaar, nu heb ik mijn limiet bereikt en er woensdagavond weer mee doorgaat. Dus je kunt dat gewoon voor jezelf in stukjes opbreken. Nou, je ziet hier zo'n voorbeeld van informatiestuk waarin we die quotes verwerkt hebben. Dus we hebben het hier over vluchten, afleiden en verdoven. Dus dat zijn
categorieën van vermijding, waar we het dan over hebben. Daar ga ik verder even niet op in, maar bijvoorbeeld bij afleiden, daar de quote, het citaat, als ik veel pijn heb, zet ik altijd een serie. Dan denk ik niet meer aan de pijn. Nou, zo proberen we eigenlijk een beetje herkenning op te roepen. Met allerlei verschillende typetjes ook weer. Nou, het is bij therapie altijd natuurlijk heel belangrijk dat je zelf aan de slag gaat en niet alleen maar dingen leest. Dus dit is een voorbeeld van een oefening met allerlei invulvelden waarmee je gaat kijken naar wat jij doet in die specifieke situatie. Hier een voorbeeld van een metafoor. En een voorbeeld van de ademhalingsoefening. Dan wil ik graag een voorbeeld toelichten van een patiënt die de training heeft gevolgd. Ik heb het uiteraard anoniem gemaakt. Het is ook niet specifiek helemaal op één patiënt gebaseerd, maar dit is een soort van casus. Deelnemer X heeft neuropathie sinds 2006, dus iemand die al langer daarmee loopt, waarbij het dus echt een lange termijn probleem is, lange termijn gevolg is. Deelnemer X heeft ook last van vermoeidheid en concentratieproblemen. Ik denk dat die dingen heel vaak gepaard gaan. Werkt 16 uur in de week, verdeeld over meerdere dagen. Wandelen met vrienden lukt niet meer, omdat hij of zij niet meer ver kan lopen. En daardoor ziet hij of zij vrienden minder vaak. Dat sluit eigenlijk aan op het voorbeeld dat ik net al gaf. Hè? Deze deelnemer heeft de training gevolgd in augustus en september. En na afronding van de training had deze persoon het gevoel dat zijn of haar wereld een stukje groter was geworden. Mede doordat deze persoon het wandelbereik had kunnen vergroten. Dus zo zie je dat, ondanks dat het doel van de training niet is om de neuropathie te doen afnemen, dat soms door je focus te verleggen en door betere afweging te maken in wat wil ik nou doen in mijn leven en hoe wil ik mijn dagen invullen, dat er meer tijd en energie ontstaat voor de dingen die je belangrijk vindt, zoals bij deze persoon het wandelen. Begrijpen jullie wat ik bedoel daarmee? Even kijken. We zitten natuurlijk in onderzoeksverband nu. Dus we hebben deze training in de eerste 2 jaar ontwikkeld. En nu zijn we in de onderzoeksfase aanbeland waarbij we willen kijken of het werkt. En we willen weten voor wie het werkt en onder welke omstandigheden. Dus op dit moment zijn er al allerlei patiënten die de training hebben afgerond en mensen die nog in de training zitten nu. Maar nog steeds zijn we op zoek naar een hele hoop deelnemers. Maar omdat we in een onderzoekskader zitten, zijn daar waarschijnlijk, zoals jullie al weten, best wel criteria voor. Dus helaas kan niet iedereen zomaar deelnemen. En dat komt omdat we precies willen weten voor wie het werkt en waarom. Dus dat is bijvoorbeeld ook waarom we alleen maar kijken naar neuropathie door chemotherapie en niet door andere behandeltypes. Nou, ik gok dat deze niet zo'n probleem is hier, maar ik dacht ik zet hem er maar even bij. belangrijk dat je kanker hebt of hebt gehad en dat de neuropathie al minstens 3 maanden aanwezig is. Het is ook belangrijk, heb ik die erbij staan, even kijken. Ik doe het eerst even zo. De neuropathie moet niet te kort aanwezig zijn en de chemotherapie moet niet te kort geleden geweest zijn, omdat er dan nog veel veranderingen bij de neuropathie zelf kunnen ontstaan. Dus wat net al werd gezegd, je kunt in dat eerste half jaar kunnen er gewoon best wel aan de neuropathie zich anders presenteren of het kan later ontstaan, et cetera. Daarom vinden we het belangrijk dat het onder de, ik vind dat een beetje vervelende term, maar onder de chronische groep valt. Het is daarom ook belangrijk dat de chemotherapie minimaal 6 maanden geleden is afgerond. Betekent niet dat als het korter dan 6 maanden geleden is afgerond, dat je je niet kunt aanmelden. We hebben dan een alternatief aanmeldformulier. Als het bijvoorbeeld nu 3 maanden geleden is, dan zou je over 3 maanden wellicht wel mee kunnen doen. Dus zie dat niet gelijk als een, ik kan dus niet meedoen. Dat is net even een ander geval. Het is wel belangrijk dat de neuropathie niet aanwezig was voor de chemotherapie, omdat het anders misschien een andere oorzaak heeft. Want het is wel een KWF-aanvraag natuurlijk. KWF-subsidie. En dat er geen nieuwe chemotherapie gepland staat bij aanmelding. Uiteraard snappen we dat het kan voorkomen dat er toch weer chemotherapie gegeven moet worden.
Dan zou je dat altijd even kunnen melden. Maar het gaat er vooral om dat je weet dat als je je aanmeldt, dat er dan geen nieuwe chemotherapie gepland zijn. Ja, mag ik daar een vraag aan stellen? Want soms komt de neuropathie pas na een half jaar. Hè? Ja, maar daarom hebben we dat de chemotherapie een half jaar geleden moet zijn geweest. Dus de chemotherapie is gestopt. Ja. Je krijgt een half jaar later pas de neuropathie. Ja. Kan je dan op dat moment al aanmelden of moet je dan alsnog 3 maanden wachten? Nee hoor, nee. Jawel, door die 3 maanden bedoel ik. Ja, dus dan kun je eigenlijk pas na 9 maanden zeg maar deelnemen. Ja, klopt. Goeie vraag. Ja. Mag ik ook een vraag stellen? Ja, zeker. Hebben jullie ook geen behoefte aan iemand die een heel traject van 2,5 jaar heeft afgerond? En dan nu de diagnose er heeft, de kanker is terug? Dus die heeft een heel proces. Chemo, neuropathie, handvoetsyndroom is erbij. Hulp gezocht, ja. Het onder controle gekregen. Ja. Dus als ervaringsdeskundige een heel compleet plaatje. Voor, als in, waar wij kunnen, jullie, van kunnen leren als onderzoekers. Ja. Ja, nou ja, sowieso heb ik... Ik krijg even een naam of ik begrijp het. Sowieso heb ik dus een hele hoop mensen al gesproken. Ja? Die ook in allerlei verschillende fases zaten. Ja. Dus de ene had bijvoorbeeld echt net chemotherapie gehad en had die neuropathie. Want daarvan wilde ik ook weten, hoe is dat dan? Ik heb ook mensen gesproken die al 20 jaar neuropathie hadden. Dus daarin heb ik gelukkig heel veel verschillende verhalen gehoord. Ja, want dat is absoluut heel erg van belang. En het maakt hierbij dus ook niet uit, even buiten dat half jaar om, of dat het een half jaar geleden is of 20 jaar geleden. Ja, dus dat klopt absoluut. Ja. Uiteraard, omdat het een online training is, is het belangrijk dat je internetverbinding hebt. Redelijk voor de hand liggend, maar toch. We geven aan dat voor de training je ongeveer 2 uur per week nodig hebt. Dat verschilt natuurlijk een beetje per persoon. De ene gaat er sneller doorheen dan de ander. Die 2 uur per week hoeft dus ook niet op 1 moment te zijn. Wat ik al zei, het is heel belangrijk dat je dat zelf kunt inplannen en over meerdere momenten in de week kunt doen als je dat wil. Nederlands, want het is een Nederlandse training. Wat ook erg belangrijk is en wat wel een lastig puntje is, zeg ik heel eerlijk, is dat je tijdens het deelnemen aan het onderzoek geen andere psychologische behandeling mag krijgen. En dat komt doordat we willen weten dat als je de training volgt en je verbetert, dan willen we wel weten dat het door deze training komt en niet door een andere therapie die je op dat moment volgt. Fysiotherapie, ergotherapie bijvoorbeeld, maakt daarbij niet uit. Dus het gaat daarbij echt meer om de psychologische behandelingen. Dus ja, en ik vind het altijd heel vervelend dit, want het is best een lijstje waar je zeg maar aan moet voldoen. Of moet voldoen. Wat moet passen bij jouw situatie? Want daardoor is het ook voor heel veel mensen op dit moment niet passend om mee te doen. Uiteraard is het natuurlijk het doel om, als het blijkt dat de training werkt, dat het gebruikt kan worden voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat, toch? Dat je ergens last van hebt en dat je daar iets aan wilt doen. Danielle, en als je... Nee, dat mag ook. Dus het gaat, ja, dus het gaat echt om de psychotherapie en zo. Ja, ja, ja. Ja, nee, ja, maar dat, ja. Ja, nee, maar dat kan wel. Sorry? Nee, die valt ook al onder de, als dat echt een, kijk, als je zelf af en toe thuis mindfulness doet, of wel dagelijks, dan is het iets anders. Maar als je bijvoorbeeld bij, ik zeg maar wat, het Helen Dowling Instituut of een andere... oncologische GGZ-instelling echt zo'n mindfulness training volgt, dan is het wel, dan kan dat niet, helaas. Nee. Nee, omdat je dan gewoon echt meerdere dingen naast elkaar krijgt en dan kun je gewoon niet meer meten waar, ja, waar het effect aan. Dat heb je dus ook, hè? Dat is een heel aardig natuurlijk, heb je dat ook. Dat beïnvloedt je psyche en hoe je ermee omgaat en beïnvloedt waarschijnlijk ook het onderzoek. Ja. Denk ik. Nou ja, dat is natuurlijk sowieso ook met bijvoorbeeld fysio of ergo. Ik denk dat soort dingen zijn nooit alleen. Daar ben ik me heel erg van bewust. Er zijn natuurlijk nog veel meer aspecten van invloed. Ga je op dat moment ook nog heel veel sporten bijvoorbeeld, om jezelf weer... Ja, dan is het ook van invloed. Maar puur voor de echte kaders hebben we hierbij echt alleen maar de psychologische... Ja, echt bij de GGZ-instellingen, zeg maar. Ja. Heeft iemand hier vragen over? Nog verder? Als je wil aanmelden, er liggen ook flyers op tafel, er liggen beneden ook flyers.
Misschien is het voor jullie helemaal niet relevant, dat kan ik niet beoordelen, maar misschien nu nog niet, misschien op een later moment. Uiteraard kun je altijd nog contact met ons opnemen of een keertje bellen om te sparren van, is het iets voor mij, ik twijfel erover. Nou ja, neem dan gerust contact op. Wat betreft die chemotherapie is er dus een apart aanmeldformulier. Dus als je net in die groep zit, dat je wel al klaar bent met de chemotherapie, maar dat het binnen het afgelopen half jaar is geweest, kun je wel aanmelden met een apart aanmeldformulier. Dan kun je mogelijk op een later moment alsnog deelnemen. En dat was hem wat mij betreft. Dankjewel.